Het oude clubhuis van de tennisvereniging Nieuwland heeft zijn beste tijd gehad. En ook de tennisvelden moeten opgeknapt worden. Volgens Wim Klomp van de tennisclub is het hoog tijd om te verhuizen. We kunnen nog een jaar of twee, drie met voldoende onderhoud op de banen spelen. Maar dan moeten ze echt afgeschreven. En de kantine, zoals je hebt gezien, daar zitten aan sommige kanten de gaten een beetje in. Dus daar moet wel wat aan gebeuren. Achter me zie je volgens mij een hek staan wat ingestort is. Waar nou een mooie container in het zicht is. Ja, zo was het ooit niet hier allemaal. En daarom wil de club niet renoveren, maar het liefst het geld stoppen in verhuizen van de oude locatie in Almere Stad naar het veel ruimere Almere Poort. Hoewel ruimer. Het is kleiner dan wat we hier hebben. We denken dat we de mogelijkheid hebben om 5 tennisbanen en 2 padelbanen daar neer te leggen. Nou, dat zou voor ons een basis zijn, maar enige uitbreiding is dan erg moeilijk. Maar dit is de locatie die de gemeente voor ogen heeft en dit is de enige kans die we hebben in Poort. Maar het wil niet erg vlotten met de verhuizing, want het is niet duidelijk wat de gemeente doet met de plek die vrijkomt als de tennisvereniging verhuist. Wat wij van de gemeente te horen krijgen is dat zij ons pas hier kunnen uitkopen als zij inkomsten hebben hier. Nou, wat wij nu aan de gemeenteraad vragen is om daar niet op te wachten. Wij leveren pacht op, nou, dat is iets van 2000 euro per jaar. Dat is volgens mij wat de gemeente misloopt als wij hier weglopen. Nou, dat zullen we waarschijnlijk op het andere park moeten geloven. En wat de gemeente dan doet met deze grond. Uiteindelijk wordt er volgens mij winst gemaakt, want anders doen ze hier iets verkeerds, lijkt mij. Supermarktketen Bun zou interesse hebben in de locatie. Maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente over de vestiging van de supermarkt op deze plek. Voor de tennisclub duurt dit allemaal te lang. Waar wij eigenlijk nu op wachten en wat wij vragen aan de gemeente is om ons te verplaatsen voordat ze duidelijkheid hebben wat ze hier gaan krijgen. Want ja, ik neem aan dat als je hier of woningbouw of een supermarkt wil plaatsen, dan zal je hier ook een bestemmingsplanwijziging moeten gaan doen. Het nieuwe tennispark van de club moet zo'n 1,5 miljoen euro kosten.